Dit zijn ze dan, de heren van Ouddorp. Het is eigenlijk gewoon een vriendenclub van hardwerkende mannen. Ze zitten bij elkaar voor de gezelligheid en doen en passant ook iets goeds voor de samenleving. Ja, dat is toch ook een passie om een keer met z'n allen te kijken van wat kunnen we doen en wat kunnen we terugdoen in de maatschappij. Het is niet alleen maar halen, maar ook een beetje brengen. En dat gevoel hadden wij heel erg. En daar krijgen wij gewoon echt een heel warm gevoel van. Dat vinden we echt fijn om te doen. Deze week trakteren de heren honderden vrijwilligers een topdiner in het Alkmaarse Stadscafé. Ik werk daar bij het Lioba-huis en daar lap ik de ramen. En dat één keer in de, wanneer ze dus middag zijn. En daar zijn ze blij mee, want ja, is toch ook belangrijk, denk ik. En vanavond wordt u in het zonnetje gezet, hoe vindt u dat? Nou, dat is toch geweldig. Vrijwilligerswerk in een hospice lijkt me wel zwaar. Ik ervaar het niet als zwaar, ik ervaar het zelfs als dankbaar mogen zijn om in de intimiteit en nabijheid van het laatste stukje te mogen zijn. En ik zeg net nog tegen iemand van de heren van Ouddorp, van er is niet meer pure liefde te voelen als in het laatste stadia van het leven. Als we alle toeters en bellen afgooien en alles gezegd en gedaan is, dan blijft de liefde over. En als ik daar nabij mag zijn, in de intimiteit, dan voel ik me heel dankbaar. Het is heel bijzonder dat de heren van Ouddorp dit ons aanbieden. Heel erg leuk, heel erg gezellig. U heeft het voorgerecht al op, was het lekker? Ja, heerlijk. Het was lekker kaassalade. Meneer Bruinhoge, u bent eigenlijk hartstikke druk. En toch maakt u als burgemeester uw opwachting op een diner voor vrijwilligers. Waarom is dat? Het cement van de samenleving zijn vrijwilligers. Wij kunnen als overheid niet alles regelen. Dat hebben we ooit misschien wel eens gedacht. Maar als je echt een samenleving hebt waar mensen voor elkaar zorgen, waar mensen om elkaar omzien, dan heb je die vrijwilligers nodig. En het feit dat vanavond de heren van Ouddorp dit diner ter beschikking stellen aan die vrijwilligers van het hospice, zoals ze dat gisteravond ook al gedaan hebben, aan de vrijwilligers van de dierenambulance, van de mensen van het Lauwershof. Het is geweldig dat ze dat doen. En dan vind ik het ook zeker respect betuigen dat je als burgemeester zegt van mensen, dank je wel.